NPS-parlementariër Patricia Etnel wil samen met diverse ministers werken aan een oplossing voor achterstallige bevorderingen van ambtenaren. Dit vraagstuk heeft ze reeds aangekaart tijdens de begrotingsbehandeling, maar nu is een proces begonnen om met diverse ministers te praten over oplossingen voor deze kwestie. Ze geeft aan dat achterstallige bevorderingen bij elk ministerie een probleem is. Echter is de groep het grootst bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Bij SOSAFO merk ik dat de mensen heel veel problemen hebben. En dat zie je bij de wijkhoofden. Je ziet dat de mensen soms 13, 14 jaar in die functie zitten en nog steeds niet alles hebben. Ze krijgen misschien een toelage, maar niets duidelijk op papier. En sommige van die mensen hebben dan nog een jaar te gaan en ze gaan met pensioen. En ze hebben dan nog een salaris van misschien gewoon een medewerker. Zo weinig verdienen die mensen. En ik zeg, ik wil pleiten, en dat is waar ik naartoe wil gaan met dit plan, om bij de begroting van 2022 te pleiten voor een andere aanpak als het gaat om de positionering van onze ambtenaren. Waarom? Ik heb gezien dat je ambtenaren hebt die 30 dienstjaren zijn, hebben en een salaris hebben van 3.500. Ik zeg, als je 30 jaren hebt gewerkt voor 3.500, om dan met pensioen te gaan, is gewoon dat we zeggen dat je, ik wil niet zeggen dat je bent uitgebuit. Ik ben heel erg voorzichtig, want het gaat over de publieke sector. Maar dat we zeggen dat we niet hebben begrepen wat dienstjaren zijn. Dus ik zeg, laten we gaan kijken naar het model. En VISO biedt dat. Dat iemand die 30 dienstjaren heeft gewerkt, dat hij desnoods eindigt met een loon van 6.000 SRD voor een goede pensioen. Etnel zegt ook dat het proces voor bevorderingen te lang duurt. Ze meent dat er gewerkt moet worden aan een verkortere procedure, waardoor er niet meer gezegd kan worden dat bepaalde stukken verdwijnen. Ook vindt ze dat er gekeken moet worden naar hoe het werk aantrekkelijk gemaakt kan worden voor de ambtenaar. Maar meer nog, hoe kan er meer uit de ambtenaar gehaald worden? Want je hoort vaak, ja, het is Marokka, Landina, les Marokko. Is niet waar. Toch? Het is een dienstverlenende sector. Wij moeten er meer uithalen. Maar hoe ga je er meer uithalen? Wanneer je de mensen de mogelijkheid biedt om te groeien. Een soort loopbaanontwikkeling voor die mensen. Dus ik zeg, we kunnen veel doen met die overheidssector, zodat de mensen meer kunnen presteren. We moeten ernaar gaan kijken. Maar zoals het nu gaat. En ik vind het heel erg dat mensen met pensioen gaan, ja, 35 dienstjaren hebben, met een loon van 2.500 SRD, dat wil zeggen dat je eigenlijk met armoede met pensioen gaat. En dat is voor mij een kwalijke zaak. En ook al is het een schoonmaakster, we moeten kijken naar die dienstjaren. Want die dienstjaren moeten ook meetellen voor die groei. NPS-volksvertegenwoordiger Patricia Etnel over de achterstallige bevorderingen van ambtenaren. Het DNA-lid heeft hierover vandaag een gesprek gehad met minister Armand Gijbertsing van Financiën en Planning. Deze heeft beloofd dat er oplossingen voorgedragen zullen worden. Etnel zal verder ook praten met andere ministers over deze kwestie.